Hey lieve vrouw, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Leader Podcast. Vandaag heb ik weer een speciale aflevering, want ik ben in gesprek met Carlijn Verkijk, business en branding strateeg. We hebben een super fijn gesprek over haar succes in de Female Leader Academy, over het werk dat ze doet, de groei die ze doormaakt. Het is echt een heel mooi gesprek geworden en ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Ga lekker luisteren. Nou Carlijn, van harte welkom in mijn podcast. Super blij dat je wilde aanschuiven en dat je vandaag wat meer over jezelf wil vertellen. Je doet natuurlijk onder andere mee aan de Female Leader Academy, waar ik echt super blij mee ben. Maar wellicht kan je beginnen met iets over jezelf te vertellen, zodat iedereen je leert kennen. Yes, nou allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. En ik ben Carlijn, voorheen fotograaf in de sportbranche en een switch aan het maken naar fotoshoots die naar next level gaan en het begeleiden van vrouwelijke ondernemers in hun business. En dan met focus op combinatie mindset en het praktische stukje in de business, omdat ik daar gewoon heel goed in ben. Dus dat is... wat ik doe op dit moment. Ja, want jij bent echt een enorme groei aan het doormaken. Ja. En de eerste keer dat wij elkaar real life ontmoeten was tijdens een live dag bij mij. Toen is er heel veel in jou gebeurd volgens mij. Ja, dat was echt, die dag was, ik denk dat een eye-opener nog niet het juiste woord is, maar dat was het wel echt. Keer 10, denk ik. Ja, ja. Die dag was voor mij een start van een soort nieuwe fase. Ja, ja want zoals je al zei, eerst richtte je alleen op het fotograferen van of in de gym business. Hoe zag dat er dan uit en doe je dat nog steeds? Dat doe ik zeker nog steeds. Ik ben daar eigenlijk ingerold. Ik kom uit de interieurhoek, dus ik fotografeerde eerst interieurs. Oh ja. En ik sport zelf heel veel. En toen dacht ik, ja, als ik een gym van binnen vastleg, is dat ook gewoon interieur. En ik ben daar sporters bij gaan nemen, zeg maar. En vervolgens werden het dus alles in en om de gym. En dan, een shoot was echt wel kijken, wie is jouw doelgroep? Welke mensen wil je aantrekken? Waar wil je deze beelden voor gebruiken? De gym leren kennen, de ondernemer leren kennen en dan dat vertalen op beeld. Ik bedoel, iedereen kent de vaste plaatjes van alle grote fitnessketens, dat ze daar staan te sporten. Maar wat maakt jouw bedrijf uniek? Daar gingen we dan naar op zoek. En dat was hetgene wat we vastlegden. Dus echt de sfeer, wat doe je nou precies? Waarom komen mensen bij jou terug? Dus dat was al echt meer dan alleen foto's maken. Ja. En dat doe ik nog steeds, ja. Ja, want jij zegt, ik ben er ingerold, want ik sport zelf ook heel veel. Je doet, hoe heet het ook weer? Ik kon niet op de naam. Powerliften. Powerliften, ik wilde deadliften zeggen. Dat is toch ook een deadliften? Deadliften is een onderdeel van een powerlift. Oh, dat is daar wel onderdeel van. Want ik weet dat jij een keer tussen neus en lippen door tegen mij hebt gezegd dat je ook wedstrijden doet, toch? Of hebt gedaan? Klopt. Ik heb inmiddels 3 wedstrijden gedaan. Ben 3 jaar geleden begonnen, 3 wedstrijden gedaan en afgelopen jaar mocht ik naar het Nederlands kampioenschap. Dus wel echt wel fanatiek, ja. Ja, zeker fanatiek, maar daar moet je ook wel echt een goede mindset voor hebben, denk ik. Voor Ik denk dat, dat het misschien wel zelfs 70-80% is mindset is, die sport. Want je moet jezelf uitdagen. Op een wedstrijd ga je gewichten tillen die je nog nooit vast hebt gehad. En als jij niet vertrouwt dat dat gewicht omhoog komt, dan gaat het niet gebeuren. Nee. Dus dat is wel echt ijzersterke mindset, zeg maar. Ja, echt. Ja. Maar, en dat is misschien wel een mooi bruggetje. Want ik weet tijdens de live dag hebben wij het heel erg erover gehad van... Carlijn, je weet het allemaal al. Weet je, je hebt het in je. Jij weet zoveel. Ik ga het hier ook zeggen. Je weet zoveel. Het is niet normaal wat jij kan en hoeveel je weet. En dat heb je tijdens die live dag volgens mij zeker ook met de visualisatie wel echt ingezien, toch? Ja. Die visualisatie was voor mij echt... Ja, ik denk dat dat wel zeg maar de kers op de taart was van die dag.
dat ik zag wat er allemaal mogelijk was en wat er allemaal al in mij zat en waarvan ik denk dat is heel normaal en dat kan iedereen, ben ik daardoor wel in gaan zien dat dat niet zo is en dat dat juist mijn kracht is. Ja. En vervolgens ben je dus ook, heb je de stap gezet naar het fotograferen van vrouwen, toch? Ja. En heb je nu binnenkort een aantal branding shoots? Ja, dat klopt. Ja, echt wel die transformatie. Ik had in het verleden wel natuurlijk voor bekenden die dan komen van, joh, je zet James op de foto, maar kan je niet mij ook op de foto zetten? Dat ik dacht, oh, dat vind ik wel leuk om een uitstapje te maken. En ik haalde daar zoveel voldoening uit dat ik, ja, in combinatie met die live dat wel dacht van, oké, maar waarom houd ik mezelf klein? Waarom? Beperk ik mezelf alleen maar tot het fotograferen van die ja, fitnessondernemingen, zeg maar. En dat is de reden geweest dat ik ook die stap gemaakt heb naar de vrouwen, de vrouwelijke ondernemer, zeg maar. Ja. Ja, echt super. Want je hebt natuurlijk mij laatst ook op de video gezet. En ik ben zo ontzettend blij met de video of de foto's. Je hebt me op een video gezet, je hebt me op een foto gezet. Je hebt me op de foto gezet. En ik ben zo ontzettend blij met die foto's. Want wat we samen ook echt hebben geprobeerd, is om echt mijn verhaal op foto te zetten. Hè? Het verhaal van ik sta naast je, ik guide je naar je hoogste potentieel. En dat is echt zo goed gelukt. En dat vind ik zo knap aan wat je dan nu ook veel meer nog aan het opzetten bent. Dat je. Want ik zeg het dan goed, hè? Ook met jouw nieuwe concept wil je dan vrouwen helpen om hun verhaal te vertellen en om echt neer te zetten waar ze voor staan, toch? Ja, zeker. Ja, ik wil echt naar een combinatie van het fotograferen en dan ja, de next level fotoshoot noem ik het even. Dus echt dat verhaal vertellen. En daar komt dus ook echt van tevoren gewoon een sessie bij van oké, wie ben jij? Wat doe je? Om jouw verhaal dus te kunnen vertellen, om foto's te maken die daarbij passen. En niet de standaard in een witte daglichtstudio, een laptopfotootje die bij iedereen terugkomt, alleen de persoon die erop staat is anders. Nee, echt jouw verhaal vertellen. Want uiteindelijk is het, als jij de ondernemer bent, jij bent de kracht achter die onderneming. En dat is wat we vast mogen leggen. En dat is waarmee je eruit wil springen. Van wat maakt jou uniek? Om dat daarin vast te leggen. Dus dat wordt echt ja, een groter traject waarin gewoon. Ja, waarin we dus in je business duiken om dat vast te leggen, maar ook om een stukje styling te kijken van oké, kies je voor je standaard outfitje of is dit eigenlijk de persoon die je zou willen zijn? En trek dat pak maar een keer aan of die jurk een keer aan en ga daar ook echt staan zoals je eigenlijk diep van binnen bent. Ja, Gewoon ja. het hele zijn van de vrouw en de business uplevelen naar het Ja. volgende niveau, zeg maar. Ja. Jij doet natuurlijk ook mee met de Female Leader Academy. Ja. En super blij mee. Wat heb je daar tot nu toe uitgehaald? Je zit er natuurlijk nog maar net in, volgens mij een maandje, maar je groei is insane geweest. Ja. Wat heb je voor die groei uit de Female Leader Academy kunnen halen? Ja, heel veel. Echt, echt heel veel. Ik denk dat het allemaal gestart is met die live dag, met die visualisatie. Dus het zien waar ik naartoe mag, ja, mag groeien. En vervolgens de stappen gaan zetten die daarbij horen. En ik weet heel veel. Ik weet heel goed wat voor dingen werken. Maar het stukje mindset daarbij en wat past bij mij. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment een sessie hadden over sales die bij je past. Ja, en toen viel bij mij echt het kwartje. Toen dacht ik, ja, maar waarom ben ik het ene aan het doen als het ander eigenlijk veel meer bij mij past? En ik weet nog dat jij zei van, joh, ga eens proberen een paar dagen om te kijken van, oké, welke handelingen horen daarbij? Ja, en toen, ja, nou, ik wil bijna zeggen, het geld kwam Ja, binnenstromen. nou, dat denk ik ook, toch? Ja, dus dat was echt. En ja, op het moment dat je dan merkt dat dat werkt, ja, dan krijg je veel meer motivatie om ook het volgende gesprek aan te gaan. En ook eens te gaan kijken van, ja, eigenlijk zou ik het nog liever zo willen. Misschien ga ik dat gewoon eens proberen.
En ook dat werkte, waardoor je veel dichter bij jezelf blijft. En toch de stappen zetten die er nodig zijn. Ik bedoel, je moet stappen zetten om verder te komen. Het komt niet aanwaaien. Dus ja, ik denk dat dat wel het grootste inzicht is geweest. Dat echt het dichter bij jezelf blijven en in je achterhoofd de strategische, praktische stappen, zeg maar, hebben. Ja. Ja, dat zeg je heel mooi. En uiteindelijk ben jij natuurlijk geweest die dan ook daadwerkelijk dan de actie heeft uitgevoerd. Want, nou ja, je weet, ik sta heel erg voor het je laten inzien van je potentieel. Nou, dat heb je ook daadwerkelijk gezien tijdens Zeker. de visualisatie. Alleen dat is niet voldoende. Je kan het niet alleen inzien, net zoals met de wet van aantrekking. Je kan niet alleen je verlangen het universum inzenden en daarna lekker op de bank gaan hangen. Was het maar zo. Ja, was het maar zo. Natuurlijk is het wel onderdeel. En wat ik heel mooi vind aan jou, daar ben je echt een mooi voorbeeld van, is dat als je eenmaal goed zicht hebt op dat potentieel, maar dan ook de moed hebt om daar dan gehoor aan te geven. Want dat is waar veel vrouwen vervolgens ook vastlopen. Ze zien het en dan komt dat hele sabotagesysteem omhoog en dan in één keer dan klappen ze dicht. En dan stoppen ze eigenlijk met het uitvoeren van de acties. Omdat, ja, jouw potentieel is groot. En als je eenmaal die deuren openzet, dan gaat het ook echt stromen. En daar moet je natuurlijk wel de moed voor hebben om dan ook daadwerkelijk die stappen te kunnen gaan zetten. Om dan dat ook te kunnen gaan ontvangen en dat dan ook te gaan creëren. En daar vind ik jou echt een heel mooi voorbeeld van, want dat is wel echt wat je hebt gedaan. Je hebt echt gewoon meteen, ik ben nooit zo goed in spreekwoorden. Als Anouk dit luistert, die gaat echt lachen. De koe bij de horens gevat, zeg maar. Dat je, dus je hebt echt de kansen gepakt. Je zegt, oké, dit is het. Ik ga nu ook echt de moed verzamelen en ik ga dit en ik ga zus. En je bent natuurlijk ook onder begeleiding nog van een andere coach. Dus al die stapjes bij elkaar, inclusief wat de Female Leader Academy je heeft gebracht, vind ik het zo knap wat je binnen 2 weken gewoon voor elkaar kreeg. Het is bizar. Ja, dank je. dat klopt. En kijk, die moed, dat is ook echt wel het geval. Ik heb in het verleden ook gedacht, oké, ik weet dat er meer in mij zit, maar ik durfde die stap niet te zetten. En ik denk dat, dan komen we weer bij die visualisatie, maar dat die visualisatie voor mij, dat ik dacht, ik had het gezien. Ik had het soort van geproefd en ik dacht, de enige die me daar vandaan houdt, dat ben ik zelf. Dus ik kan nu blijven doen wat ik deed, wat ook niet comfortabel is, maar op een hele andere manier. Of ik ga nu wel de stappen zetten die nodig zijn, en dat wordt ook niet comfortabel, maar waarschijnlijk wel met een hele mooie andere uitkomst. En ja, voor mij is dat ook wel gewoon een soort van de alle puzzelstukjes geweest die in elkaar paste en op zijn plek vielen, dat ik dacht, ja, dit is nu de stap die ik moet zetten. Dus ik ga het gewoon doen. En dat is echt doodeng. Ja, Ja, dat dat is is het het ook ook. echt. Maar ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk nog enger om over 5 jaar op dezelfde plek te staan als waar ik nu sta. Dus dat is, Heel mooi. ja, dat is wel de reden geweest dat ik dacht, misschien moet ik het maar gewoon een kans geven. Mensen vinden toch wel wat. Er is altijd wel iets. Er zit altijd iets tegen. Het is een soort van nu of nooit, zeg maar. En dat is ook wel een beetje wie ik ben, hoor. Bij mij is het ook altijd wel nu of nooit. Het duurt iets langer en op een gegeven moment denk ik, nou is het klaar. En dan gaan we het gewoon doen. En dat was dit moment wel. Ja, met de juiste motivatie en informatie. En ik ben heel hard voor mezelf. En ik denk dat het stukje wat ik van jou heb gekregen, wat voor mij heel fijn is, is het stukje, ja, liefde, wil ik bijna zeggen. Maar het stukje met liefde naar jezelf kunnen kijken. En kunnen zeggen, ik ben hele grote stappen aan het zetten. En daar ook echt met liefde naar kijken. Van, wow, supergoed dat ik dat aan het doen ben. En niet, oké, dit kan nog beter. Ja, dat komt daarna, want ik kan altijd iets beter. Maar echt van, ik ben gewoon heel goed bezig. En ik weet al zoveel en ik kan al zoveel en het is niet normaal en ik mag daar trots op zijn.
Dat is denk ik het stukje wat voor mij, mij heel erg geholpen heeft om ook die actie te kunnen, ja, te kunnen zetten, zeg maar, die stappen te kunnen zetten. Ja. Ja, super tof. Ja, en dit getuigt natuurlijk ook wel echt van leiderschap, van vrouwelijk leiderschap. Van echt wel. Kijk, voor mij is een vrouwelijk leider echt iemand die. Of in ieder geval een vrouw die de moed heeft om haar tribe, haar gevolg, haar volgers, zeg maar, over een pad te bewandelen die nog niet eerder belopen is. Dus de moed hebben om een echte inspiratiebron te zijn en te laten zien dat alles mogelijk is. En ik vind dat jij die plek zo goed hebt ingenomen en dan zie je ook gewoon daadwerkelijk meteen. Ja, de resultaten en ook de mensen achter je aankomen, omdat je inspireert en je staat allemaal op dezelfde plek en je helpt en je guide. En ja, dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. Maar wat is vrouwelijk leiderschap voor jou? Wat is daarin voor jou belangrijk? En is dat ook iets wat je meeneemt in jouw trajecten, zeg maar, wat je ook wil laten zien in de fotoshoots die je dan gaat doen? Ja, goede vraag. Vrouwelijk leiderschap. Ja, ik zie dat echt als het eerste wat in me opkomt is samen kom je verder. Ik kom uit de logistieke wereld waar ik 10 jaar met alleen maar mannen gewerkt heb. Ik ben alleen maar 10 jaar bezig geweest om ze te overtuigen dat ik ook iets te vertellen had. Ja, dat is gewoon hoe het vaak werkt. Ja, ik was altijd degene die dan een stagiair of een nieuwe medewerker zag. En dan dacht ik, oh, maar zij kan echt heel goed dat. En dan, ja, nam ik haar een soort van onder mijn hoede en zei ik van, joh, maar als we dit nou bij ontwikkelen en als jij daar nou bij kan helpen, dan ben jij veel beter dan ik. En dan deed ik het samen. En regelmatig gebeurde het dan ook dat die ander soort van sneller doorgroeide dan ik. En dan dacht ik altijd wel, oh, oké, okay, wat... Waarom ik niet? Maar ik was wel echt heel blij en trots dat die ander die stappen wel kon zetten. En zo voelt dat voor mij wel, zeg maar, het stukje wat voor mij belangrijk is in vrouwelijk leiderschap, is echt dat je weet wat je kan, weet waar je eventueel minder in bent, waar je hulp bij kan vragen, waar je hulp bij mag accepteren, om uiteindelijk verder te komen. Dat, ja, dat is denk ik voor mij de. Ja, de hoofdboodschap, zeg maar, bij vrouwelijk leiderschap. En dat is ook wat ik probeer met de fotoshoots en de trajecten die ik aan ga bieden. Dus echt op zoek naar, wat is jouw kracht? Waar ben je heel goed in? Waar spring jij eruit boven dat veld? En dat gaan we vastleggen. Dat En gaan dat is we... wel echt nodig, hè? Want ook wat je zegt, van ik heb 10 jaar in de logistiek gewerkt, ben 10 jaar bezig geweest met te overtuigen, van mannen overtuigen dat ik ook wat te zeggen heb. Maar dit hoor je nog best wel vaak. Het is eigenlijk bizar, hè? Dat in deze wereld dat vrouwen, ja, we vinden het toch met z'n allen nog steeds, niet allemaal, maar toch mogen we er steeds wel meer in groeien van je mag er zijn, je hebt wat te zeggen. En dat kan je wel met jouw fotoshoot echt super mooi ook vormgeven en weergeven. Ja, ik zie dat echt voor me. Wat mijn doel is, is dat ik die vrouw echt in haar kracht zet. In die shoots, in de trajecten, zeg maar. Dat ze echt mag gaan staan voor wie ze is. Of dat nou in die mannenwereld is, of in een vrouwenwereld, of gewoon in haar eigen wereld, maakt niet uit. Maar dat je echt mag gaan staan voor wie je bent. En ja. Ja, supermooi. Wat zou een mooie boodschap zijn die jij vandaag aan degene die luistert en mee wil geven? Goeie. Allereerst denk ik dat alle vrouwen die ik ken zichzelf klein houden. En niet hun waarde inzien. Niet zien wat ze eigenlijk allemaal kunnen. Wat ze allemaal al doen. Dus ja, ik denk dat dan hetgene wat daarbij past is: wees eens wat liever voor jezelf. Ga jezelf eens zien door.
de ogen van een ander. En niet alleen maar focussen op wat er nog beter kan, wat er nog beter moet. Ja, er is altijd wat te verbeteren. En Ja. dat is heel mooi, maar je mag ook wel echt even trots zijn op het punt waar je nu al gekomen bent en wat je allemaal al bereikt hebt. Ja, Ja, supermooi. ja. Supermooi. Ja. Hey, wanneer beginnen jouw nieuwe trajecten? Want je bent ze natuurlijk volop aan het ontwikkelen. Yes. Vanaf 1 januari gaan we aan de slag. Dus ik ben nu begonnen inderdaad met alles uitwerken. De eerste informatie is gedeeld hierover. En vanaf 1 januari ga ik daarmee aan de slag. En de focus wordt echt Ja, fotoshoot want wat bij. is dan de transformatie die je ze bijvoorbeeld aanbiedt? Want ik, ja, ik ken ondertussen jouw magie en wat je kan, maar... Ja, ik denk echt dat die combinatie van het praktische en het werken aan je mindset, dat is wat waar je aan gaat werken in het traject. Dus echt, hoe kan je met ja, die ijzersterke mindset verder groeien? En uiteraard horen daar praktische dingen bij. Zonder idee, zonder strategie, zonder kom je nergens. Je mag wel op zoek naar de strategie die bij jou past. En daar mag je dingen aan toevoegen van oké, hoe werkt dit voor mij? Hoe voel ik me daarbij? Is dat iets waar ik blij van word? Want dat staat nog steeds op 1. Maar echt wel dat praktische. En ja, dat is ook iets waar ik gewoon heel sterk in ben. Waar ik op aanga en wat ik ook altijd overal zie. Ik ben echt die vervelende vrouw waar je iets tegen vertelt. En dan zeg ik, hé, maar waarom doe je dit eigenlijk niet zo? Ja. En dat is wel ja, de kracht van dat traject gaat dat Ja. zijn. Dat je daar na die periode wel echt denk van oké, ik weet nu waar ik mee bezig ben. Ik weet nu wat er bij mij past Ja. en hoe ik verder mag Ja. daarin. Ja. Ja, want dat is echt jouw kracht, het echt praktisch maken. Wat was die zin waar we net op kwamen voordat we Ja. gaan Oh opnemen? ja, en we hadden met een ijzersterke mindset praktisch te werk gaan om zoveel mogelijk resultaten te behalen. Ja, dat is echt. Ja, Ja. dat is echt de key van. Ja, wat ik ga doen met die vrouwen. Want die focus wordt wel echt de vrouwelijke ondernemer. Ja. Ja, Ja. om daar naartoe te gaan. Want het is gewoon een combinatie van beide. Je kan niet alleen maar alles op mindset doen. Er komen praktische stappen bij kijken. En alleen maar praktische dingen is hem ook niet. Want dan zit je straks doodongelukkig in je eigen bedrijf. Dus het is juist die combinatie van die twee die zo sterk is. Ja. En ja. Dus met dat praktische stuk en de fotoshoot level je, zeg maar. Dus je kijkt Ja. eerst wie moet je zijn, wie wil je zijn. Die Ja. gaan we vastleggen en dan haal je de Wat wil business je? ook naar dat niveau. Ja, precies. Wat wil je uitstralen? Waar wil je naartoe? En daar echt in gaan staan. Dus er komt ook echt gewoon een sessie met een styling-expert. Van oké, welke kleding past bij jou? Wat wil je uitstralen? Waar ga je naartoe? Een fotoshoot van wie wil jij zijn? Welke beelden horen daarbij? Ja. Maar ook dat stukje daaromheen, van hoe richten we je business praktisch in? Hoe kan je straks eventueel opschalen? Welke dingen ben je nu heel veel tijd aan kwijt? En dat is gewoon zonde, want in die tijd kan je of geld verdienen of iets leuks doen. Dus ga alsjeblieft niet handmatig al die e-mails zitten versturen. Ga niet al je Excel-lijstjes handmatig bijhouden, als dat ook geautomatiseerd kan worden. Dus ja. Daar moet je gewoon om naar dat volgende level te groeien, moet je ook op dat gebied, op dat praktische gebied, stappen gaan zetten. Waardoor je dus echt op alle vlakken eigenlijk naar die volgende, ja, dat volgende level gaat groeien. Ja. Ja, super tof. Hey, Ja. waar kunnen we je vinden? Op dit moment kan je me op Instagram vinden voor de vrouwelijke ondernemer op grow.your.sparkle op Instagram. Onder mijn eigen naam ben ik te vinden op LinkedIn. Dat is Carlijn met een K en een lange I en dan Verkaik. Verkaik. Dat gaat nog wel eens fout. En daar ga je zeker de komende weken, maanden meer van deze informatie vinden. Ja. Leuk, super tof. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, Leuk dat jij je je bent. verhaal en al je ervaringen hebt gedeeld vandaag.
Ja, jij bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt heel leuk om daar ja, iets over te mogen vertellen. Super tof. Dankjewel. Ja, jij ook. Wat superleuk dat je deze podcast hebt geluisterd. Ik ben zo ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Laat het vooral even weten via een DM op Instagram. Ik zou het superleuk vinden om met je in contact te komen. Laat even weten wat heb je eruit gehaald. Ga je Carlijn bijvoorbeeld volgen? Dat zou superleuk zijn. Ja, ik hoor graag van je in DM. En wat ik ook onwijs zou waarderen is als je mijn podcastshow even een beoordeling kan geven. Via Spotify, bovenaan de podcastshow, kan je op de drie rondjes klikken. Daar ga je naar show beoordelen. Hoef je alleen het aantal sterren toe te kennen. Daar help je niet alleen mij mee, maar ook alle andere vrouwen die dan nog veel makkelijker de podcast kunnen vinden. Dus alvast ontzettend bedankt als je dat voor me kan doen. En dan spreek ik je morgen weer. Doei doei!